Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog die ik start van aan het Como meer in Italië. Dat is een verrassing, hè? Dat is een verrassing. Die had ik helemaal nog niet verteld dat we naar hier gingen komen. Maar we zijn na mijn verjaardag vertrokken richting Lago di Como in Italië. Oh my god, we made it. Dit is het uitzicht van vandaag. We zijn helemaal klaargemaakt. We gaan vertrekken richting de overkant van het meer. Neem jullie mee. Neem jullie heel de week mee. Ik weet niet dat ik er hele grote of aparte vlogjes van ga maken. Dat gaan we samen bekijken. Maar dus, welkom bij de eerste vakantievlog. Als gezien. Oh my god. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know. Otello in Italië. Ja. Kijk eens je view, jongen. We hebben er een mooie autorit op zitten richting Varenna. Dat is de overkant van waar wij verblijven. En we hebben hier een parking gevonden, wat al super moeilijk is. Allee, check die straatjes. Het is een super mooie autorit, maar die straatjes, oh my god. Aan de kerk op het mooie pleintje hier. Krachtotello zijn patatjes. En het is de eerste keer dat we die thermobeker van de Primark proberen. Ik moet zeggen, het eten is nog meer dan warm genoeg. Dat is ook zo met een klein kommetje precies. Kleine jongen is helemaal aan het smullen. En dan gaan wij zo dadelijk hier nog een klein wandelingetje maken. En ook misschien ons op een van de terrasjes zetten. Want hoe goed ziet deze eruit? Ik bedoel, echt een plaatje. Super veel trapjes hier, dus ik heb Otello op de arm genomen. Maar kijk het uitzicht als je alle trapjes naar beneden wandelt. Zo mooi. En ook nog restaurantjes hier. En dat stond op TripAdvisor. Dat is de brug van de geliefden. Super mooi fotopunt. Oeh, Otello is helemaal verliefd op zonnebrillen. Maar nee, echt super mooi hier. En nu? Zo, wacht. Kom. Voilà, Otello is er ook klaar voor. En hebben wij geluk dat er hier net een terrasje is geopend en dan een tafeltje en we kunnen bemachtigen, maar echt gewoon aan het meer. En is ergens aan de overkant zitten wij. We gaan zo dadelijk eens in de kaarten-app kijken waar net. Maar de overkant is dus waar wij ons appartementje hebben. Dinner is served. Nico heeft een steak tartaar en ik een gnocchi. Dus ja, smakelijk. Across the room, when our eyes met, I never knew. Voilà, we hebben Varenna achter ons gelaten en zijn terug onderweg naar het appartement. En ik dacht, oei, baby sleep. We zal wel verder slapen. Ik dacht, ik heb deze ochtend de vlog heel snel geopend. Misschien wat meer tips en uitleg te geven bij ons reisje. We zijn gisteren toegekomen, dat was gisteren donderdag. En wij blijven tot volgende vrijdag. Dus net iets meer dan een week gaan we hier in Italië zijn aan het Como meer. Helemaal zin in. Toch heel last minute beslist van naar hier te komen. En ja, had dan toch nog een Airbnb gevonden. Het was niet veel keuze, maar ik ben heel blij met waar we momenteel zitten. Het ziet er heel goed uit. Groot genoeg voor ons drietjes. Dus dat komt helemaal in orde. We hebben ook al een winkeltje gedaan en zo. Dus onze frigo zit goed vol, voornamelijk met lekkere hammetjes. Voor vanavond hebben wij heel dicht bij ons in de buurt een restaurant. Afspraak, restaurantje geboekt. Heel dichtbij. Dus dat gaat sowieso heel tof worden. Onze autorit naar hier, die verliep redelijk vlot. We vonden het bij het bepalen van de reis heel belangrijk dat we niet te lang in de auto zouden moeten zitten, voornamelijk met Otello. We hebben een
zoontje van iets meer dan een jaar oud. Als je de vlogs of als je mij niet kent en je komt op deze vlog terecht, dan weet je dat. En het had 10 uur moeten duren voordat we hier toe kwamen. Maar we hebben in Zwitserland zoveel vertraging opgelopen. We hebben gewoon stilgestaan in file op een bepaald moment. En we hebben 2 à 3 uur langer over gedaan. Dus we hebben wel heel lang. Oeh, daar zie je niet meer. We hebben er heel lang over gedaan om tot hier te komen. Maar dat vond Otello helemaal niet erg, want wij hebben echt wel een hele chille autorit tot hier achter de rug. Dus daar kunnen we alleen maar blij om zijn en hopen dat de terugrit ook zo vlot mag verlopen. Dus ja, we zijn goed tot hier geraakt. Het zonnetje schijnt, het weer zit goed mee. Ik ben ook nog een beetje aan het nagenieten van mijn verjaardag. Die ga ik gewoon lekker verder vieren deze week. En ik ga zoveel mogelijk proberen te vloggen. Het is natuurlijk voor mij ook VK, een beetje vakantie, dus de vlogcamera is in handbereik, maar ik ga gewoon zien hoe vaak dat ik er wel of niet aan denk. Dus ja, come along, join us op onze eerste family VK. Super veel zin in, dus ja. En dat is dan Nico, hè. Heel onze voorruit is, ja, is gewoon een slagveld aan kleine beestjes die we door onze reis hebben meegehad. Ziet hij zo'n self-service car wash. Ja, en de uitleg is dan ook alleen maar in het Italiaans, hè. Dus ik hoop maar dat het hem lukt. Het is voornamelijk voor de voorruit. Hey, liefje. Hij is nu wakker, maar hij is wel happy. Dus dat komt helemaal goed. Het is hem gelukt. Hey, klein kindje. Boys and their toys, guys. Boys and their toys. In dat gebouw is ons appartementje en hier is dus normaal gezien een zwembad. Maar ja, we komen natuurlijk in laag seizoen, dus geen zwembad voor ons. We moeten hier een doorsteek maken voordat we bij ons appartementje komen. En de view, amazing. Als je mij op Instagram volgt, heb je de view sowieso al gezien. Ik kan beter even zo babbelen. Een tour van het appartementje zal ik ook nog wel filmen. Nu gaan we naar het restaurant waar we gereserveerd hebben gisteren. En dat restaurantje is echt op wandelafstand van ons appartementje. We waren daar gisteren gepasseerd toen we net waren toegekomen. Maar toen zaten ze al vol, dus hebben we een tafeltje voor vandaag bemachtigd. En we hebben Otello sinds vandaag zo in de buggy zitten. Dus change of scenery, vooral voor ons, want nu kijken wij op niks. Maar Otello ziet de wereld. En he loves it. Ja, ja. Ja, het is er super authentiek en ik denk dat ze nog nooit een vlogger gezien hebben. Dus ik ga van de verte gewoon al filmen, maar daar is het. En hier is het uitzicht. Mega mooi gewoon. Ons plekje. Oh, en ze waren hier zo aardig. Ze hadden natuurlijk gezien dat wij met een buggy waren. En dan hebben ze ons een apart tafeltje gezet met genoeg plaats voor hem, zeiden ze net. Dus voilà, minuutjes erbij. Nico, kies hem maar, hè. We zitten hier al een hele dag van het zonnetje te genieten buiten. Ik heb net iets anders aangetrokken, want ik zat hier echt gewoon in topje en Nico zijn sportshort. We hebben heerlijk genoten vandaag en we zijn niet weg geweest en dat heeft een reden. Ik heb gisteravond niet meer verder gevlogd. Ons eten was heel lekker, maar ik heb niet meer verder gevlogd, want op een gegeven moment kwam Otello zijn fruitpap er gewoon helemaal uit terwijl wij aan het eten waren. En het was full force, alle hens aan dek. Hij heeft niet zo'n lekkere nacht gehad. Hij is nu flink aan het slapen. Zo dadelijk als hij wakker is, gaan wij eens tot aan het meer gaan vandaag. En waarschijnlijk niet te zotte dingen doen. Als in door de bergen gaan rijden en een of ander stadje gaan bezoeken. Wat we gewoonlijk wel zouden gaan doen. Vandaag is echt een rustige dag. Ik heb hier ook net een wasje omhoog hangen. Dat is echt een van de grootste voordelen van dit appartementje. Het is gewoon een wasmachine. En ik kan wassen. Wij hebben zo net echt geklungeld, gesukkeld met de buggy uiteen te halen. Want die was natuurlijk gelijk onder de kot. Waardoor dat die ook gewassen moest worden. Dus daar hebben we even mee gevochten. Hij is in de wasmachine geraakt en hij hangt hier nu flink te drogen. Dus dat hebben we ook weer helemaal gehad. Ja, deze vakantie, het kan niet anders dan met een kind dat er af en toe wel iets onvoorzien gebeurt. Zoals aan gisteravond. En dat brengt even wel een stressje met zich mee. Maar dan is echt wel alle hens aan dek om alles zo goed mogelijk op te lossen. Ik ben gewoon al blij dat hij een goede nacht heeft gehad en dat hij oké is opgestaan. Dus dat is een kleine update. Zalig weertje vandaag, prachtige dag, maar dan een beetje een quasi-zieke Otello. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien dat zijn middageten te hard op zijn maag lag, waardoor dat nog niet verteerd was voor de fruitpap. Geen idee, maar het was echt wel puur fruitpap dat er terug uitkwam 2 uur en een half nadat hij het had gegeten. Dus ja,
dat. En dan is dat hier de situation. Hè. Er was gelukkig ook een wasrekje waar ik alles goed aan heb kunnen omhoog hangen. En ja, the weather is good. Het meer ziet er fantastisch uit. Super, super dag vandaag. We hebben van aan ons appartementje trouwens ook een shortcut via deze trap richting het meer. En daar gaan we nu eens naartoe. Gewoon wat steentjes erin gooien. Het zal te koud zijn om er echt in te gaan. Maar gewoon met steentjes gooien en op een handdoekje zitten, dat moet nog wel lukken. Er is zelfs een kleine speeltuin. Kei schattig. Er is hem wel nog net iets te klein voor. Iets te fris, dus we zijn 5 minuutjes verder gereden naar het stadje Donko. Daar zijn we gisteren gepasseerd toen we naar de overkant gingen. Over de overkant gesproken, zien jullie dat daar een brand aan de gang is. Maar dat ga je van hier dus beter zien. Echt, de berg staat. En toen we naar hier reden, zag ik het. Het staat echt gewoon in vuur en vlam. De vlammen zijn donkerrood. Hopelijk alles en iedereen oké. Maar dus ja, toen we gisteren hier voorbij reden, zag het er hier echt wel heel meer toeristisch uit dan bij ons. Gelaterias en zo, ijsje te komen eten. Dus vandaar dat we vandaag richting hier zijn gekomen. En dan kunnen we hier een klein wandelingetje doen en een ijsje komen eten. Met Otello is alles oké, voorlopig. Dus hopelijk blijft dat zo. En dan gaan we hier eens de boel verkennen. Otello doet het nog goed, er is net wel een beetje melk eruit gekomen, dus ik vrees dat het toch van de autoritjes zal zijn, dat hij zich niet zo lekker voelt. Maar wij hebben hier ons aan een tafeltje gezet en ijsjes besteld. Nico is voor pistache limoen gegaan en ik voor limoen mandarijn. Ziet er al helemaal top uit, dus smullen maar. En dat is de view trouwens. Goedemiddag, het is vandaag zondag, happy Easter, het is paas vandaag en het is iets frisser dan de afgelopen dagen. Dus ik heb er mijn blazer bij gehaald, ik had ook nog een trui aan, maar hier is het wel lekker warm. Otello zijn dikke winterjas aan. We zijn naar Menaccio gereden en dat is een vijftal kilometer van waar wij verblijven, dus zo'n 10 minuutjes rijden of zo. En oh my god, we hebben hier zo lang achter een parkeerplekje gezocht, maar we hebben er een bemachtigd en het zag er al super mooi uit vanuit de auto. Dus we gaan daar gezellig, waarschijnlijk op het terrasje zitten, iets drinken, iets eten, uitzichtjes genieten, een beetje wandelen. Topdag vandaag. Het is allemaal een kleine middagdut gedaan. Ik denk dat het niet lang zal duren voordat hij weer ligt te slapen. Mega, mega gezellig in Menaggio. We zijn de auto ingestapt en richting de winkel gekomen. Richting een Carrefour, een lokale Carrefour Market zelfs. Want dat is iets dat wij op vakantie zo leuk vinden om te doen. Gewoon liggen snuisteren in de winkels en
de lokale productjes ontdekken en al dat soort dingen. Ik draag een mondmasker, je ziet het goed, want hier in Italië is dat nog steeds nodig om restaurants binnen te gaan en ook winkels binnen te gaan. Dus wij met een mondmaskertje en Otello. Het arme manneke slaapt, hij heeft zijn dikke winterjas aan. Door de wind heeft hij dat echt wel nodig gehad, die winterjas. Dus ja, hij zal jammer genoeg zijn dutje moeten staken, want we kunnen hem natuurlijk niet achterlaten. Hè? Helemaal geweldig, hè, Otello. Kijk wat er allemaal is om te eten. En het beste is, ik heb geen honger, dus ik kom niet met honger winkelen. Anders dan zou ik echt alles meenemen, denk ik. Goed, ik zie hier van alles en nog wat zoetigheden. Een keer tussen zien. Daar. Ja. Het is dus paasweekend en iedereen loopt hier rond met zoiets. En dat lijkt hier echt een dingetje te zijn. Je hebt dat echt van verschillende soorten. En we hebben alle twee geen idee wat het moet voorstellen, wat erin zit. Maar echt, iedereen loopt ermee. Dus als iemand de traditie kent, laat het hieronder weten. Want we hebben er echt geen idee van. Voilà, wij zijn terug in het appartementje. Ik ga hier mij eventjes lekker opwarmen. Lige pampers naast mij. Life for the baby. Ja, even opwarmen, want het was vandaag echt wel een frissere dag. Wel 16 graden, dat is niet slecht. Maar de wind maakte het zo cool. Dus ik zit hier nu even met Otello binnen. Hij staat hier aan de zetel, want het begint te komen. Meneertje wil beginnen wandelen, dus dan kunnen we dat zo toch een beetje stimuleren en aanmoedigen. We zijn teruggekomen van de winkel. De koelkast zit goed gevuld. Niet bomvol natuurlijk, maar wel goed gevuld. En er zitten ook twee rozeetjes in. Lekker aan het koel worden voor vanaf morgenavond eigenlijk. Want dat heb ik nog niet verteld. De gezondheidsupdate is dat ik alweer aan de antibiotica ben. En Otello ook. Otello die had een oorontsteking. En bij mij is het weer op mijn amandelen geslagen. Lang verhaal kort, ik heb aan de dokter gevraagd of ze er echt niet uit kunnen. Want als ik dit twee keer op twee maanden voor heb, is het gewoon echt niet aangenaam en niet tof. Mijn mama heeft het ook op latere leeftijd moeten laten verwijderen. De dokter zegt, nee dat gaat nog niet. Je moet het zeker 5 keer op een jaar krijgen. Nu ja, ik zit al aan 2. Dus wie weet zit ik binnenkort ook wel aan de 5. En anders ga ik gewoon eens bij een specialist horen. Want mijn amandelen die pakken bacteriën, virussen zo snel aan. En die worden dan zo abnormaal groot. Het is een pijn die ik met geen andere pijn eigenlijk kan omschrijven. Het is zeer lastig. Dus dat is mijn update. En ik ben daarop gekomen omdat ik zei dat ik eindelijk aan de rosé kan. Wijnen, wijnen, wijnen. Dat is voor vanaf morgenavond. Eindelijk, want ik kon zelfs op mijn verjaardag geen glaasje drinken. Ik heb dat helemaal niet nodig, maar dat is toch zo wel gezellig of zo. Dus vanaf morgenavond kan ik weer wijnen. En let me tell you, daar kijk ik zeker en vast wel naar uit. Dus dat. En dit is de Otello wil stappen update. Hij gaat van de zetel naar het tafeltje en terug. En hij wandelt dan zo'n beetje in het rond. Voilà, de teddy moet eraan geloven. Ja, ga je hem terugpakken? Flink hoor, dat is heel lief. Mag jij terug in de zetel zitten? Hier zo? Oh, dat is lief. Ja hoor, zo. Huppakee, krijgt hij ook een mooie dikke kus. Lief hoor. Heel erg lief. Otello die mag binnen een klein uurtje eten en dan is het voor hem alweer slaapjestijd. En dan kunnen wij aan onze avond beginnen. Nu niet dat ik heel veel honger ga hebben aan de lasagne van Imenaggio, maar dat lukt wel. Goedemorgen van een lege buggy. Nico met Otello. En we zijn naar Cernobbio gekomen. Ik had in de GPS de Sephora ingegeven, omdat ik dacht, kom aan, we moeten deze vakantie toch een shopje doen. Ik heb ook nog helemaal niks aan mezelf gegeven voor mijn verjaardag. Dus ik dacht, Sephora, altijd goed. Maar het is gewoon een shoppingcenter. Ja, dat is wel jammer als je de uitzichtjes ziet. Maar ja, we kunnen hier altijd gewoon een klein toertje doen. En een keer kijken hoe dat het er hier uitziet. En goedemorgen trouwens, hè, want heel die uitleg gedaan zonder dat jullie mij hebben gezien. Hier zijn we, Sam. Otello mag eerst patatjes eten en dan gaan we hier eens rondkijken. En de Sephora shoplog wordt gegeven door Otello. Maar dus ja, ik heb een kleine shopje gedaan bij de Sephora. Ik zal dat later deze video of misschien een aparte shoplog laten zien. We zijn toegekomen in Como, dus het stadje waarnaar het Como meer echt genoemd is. Dat ligt helemaal onderaan het meer. En amai, we hebben hier zo lang achter parking moeten zoeken. En het is echt zo geweest van de aanhouder wind, want we zijn straten ingereden, uitgereden en plots was hier zo een quasi lege parking. Echt
een vondst. De vondst van de dag, denk ik dan. Want amai, gewoon zo blij met die parkingplaats. Maar we gaan nu eens kijken waar we net op de kaart zitten. Want ik denk dat het wel een beetje wandelen is. Maar dat is niet erg, want alles ziet er hier mooi uit. Dus het is helemaal niet erg om dan een beetje te moeten wandelen. We hebben nog geen 5 minuten gewandeld. En we zeggen net tegen elkaar dat we denken dat we toch wel de beste parking hebben die er kan zijn. Want we kijken recht op de Duomo. De Duomo van Como. Daar, hè? En die ziet er langs hier al zo uit. Kei mooi. En gezellig langs de voorkant. Wordt zo wat muziek gespeeld en heel groot plein waar je kan eten, drinken, gewoon genieten van het uitzicht. En deze is echt gewoon helemaal dat ik het mij had voorgesteld. Oh, Otello in de zon. Dat is beter. En ja, gewoon zo gezellig hier. De Duomo die staat daar. En als je die straat uitwandelt, dan kan je gewoon recht op het meer kijken. Maar ik vind het nu zelf een beetje jammer. Er zijn bouwwerken aan de gang. Ja, natuurlijk, dat kan je niet vermijden. Maar het belemmert het zicht wel een beetje. Want het is wel heel mooi om te zien dat de bergen hier dichterbij staan dan waar wij verblijven. Dat geeft wel een heel mooi overzicht. Kleine update. We zijn hier op een lokaal marktje beland. We hadden die al vanuit de auto gezien. Echt een super lange markt. We hebben hier al verschillende kraampjes gezien. Eten, voornamelijk kledij. Maar ja, ook schoentjes en zo, accessoires en zo. Dus daar zijn wij nu eens aan het doorwandelen. In Como is er trouwens ook een kabelbaan, funicular denk ik dat het hier heet. En die gaat zo helemaal daar naar boven. We gaan gewoon eens kijken hoeveel volk dat daar staat aan te schuiven. Het is hier zo druk vandaag. Als het te lang duurt. We hebben natuurlijk ook Otello bij. En Otello en wachtrijen, dat gaat niet zo heel goed samen. Dus we gaan eens kijken of dat we daar bij kunnen. En ja, we zullen wel zien. De kabelbaan is het hem niet geworden. Want amai, daar stond zoveel volk aan te schuiven. Dat we zelfs niet geprobeerd hebben van eraan te denken van mee aan te schuiven. Dus we hebben daar nog een klein toertje gewandeld. En we zijn nu terug onderweg naar de auto. We gaan Como achter ons laten. Het is mooi geweest. Het was er mega druk. Maar het was wel mooi om te zien. Ik moet wel heel eerlijk zijn dat als dit nu het eerste stadje zou geweest zijn dat we gedaan hadden, dat ik toch vooral een heel ander beeld van het Como meer zelf zou gehad hebben. Omdat ik vind dat alle andere steden die we al gezien hebben, ook waar we verblijven, dat dat veel meer het mooie van het Como meer weerspiegelt. En dat dit zo een beetje heel toeristisch was en zo. Niet echt het allermooiste plekje van aan het meer. Het is nog steeds mooi. Er zijn heel veel mensen die vanuit Milaan trouwens een dag uit de stap naar hier maken. En dan is het ook echt wel gewoon wauw. Denk zeker als je van het drukke Milaan komt in het binnenland naar hier en aan het meer ziet, dat dat super mooi is en echt een verschil is. Maar voor ons, het was een mooie stad, maar nu niet om te zeggen wauw. Ik denk dat ik dat het best kan verwoorden zonder dat ik er negatief over ben. Want het is echt niet slecht of zo. Maar het was gewoon een beetje minder dan wat we al gezien hadden. Daar in de verte nog de Duomo. Stip, super mooi. Wel heel toeristisch vandaag, dat zei ik daarnet al. Als dit nog maar op een zonnige lentedag zal zijn, dan kan ik me alleen maar inbeelden hoe druk het hier in de zomer moet zijn. Maar ja, dit uitzicht, jongens. Toch fantastisch, hè? Echt. Wauw. Buongiorno Italia, nieuwe dag, nieuwe uitstap. We zitten alweer in de auto en we zijn net Milaan binnengereden. We zitten hier aan het Piazza dei Liberti. Dat is eigenlijk een heel mooi plein met van die fonteintjes en zo wat glazen kubusachtig. Hier is ook een espresso. En Otello die krijg je hier echt op een primo spot in Milaan. Het zijn patatjes. Ik had super veel honger. Hij heeft in de auto wel wat geslapen. Ik weet ook niet of jullie mij kunnen horen. Ik hoop van wel. Maar dus, we beginnen onze dagtrip in Milaan met Otello zijn voeding te geven, dan kunnen we daarna al de rest gaan ontdekken. Aha, dat gaat Nico graag zien. Die gaat het ook helemaal niet weten.
Als je de vlogs volgt, Nico wil echt zo in elke grote stad een Apple-winkel bezoeken. En hij is gewoon hier aan Piazza de Liberty. Hij zit daar patatjes te geven aan Otello. Ik zal hem eens gaan verrassen. Allee, snelle quiz. Wat is dat hier? Ja. En als er nu in die fontein een winkel zou zijn? Ja, goed zo. En je zou dan zeggen, oh nee, allemaal trappen. Daar kunnen we niet binnen. Jawel, want er is een Apple lift gewoon. Niet normaal. Niet dat wij iets nodig hebben bij Apple, maar dat is zo gewoon een citytrip uitstapje dat wij altijd maken. Otello weer happy, want die heeft eten gehad. En wij richting Apple. Ja. Snel een overzicht. Het is een hele grote winkel en iedereen die daar zit, kan dus ook gewoon binnenkijken. Heel snel een rondje gemaakt bij de Zara, omdat ik op zoek ben naar een trenchcoat. Deze spant echt de kroon al zien hoe mooi dat die is. De ingang is super mooi. Binnen niet super veel kledij te zien. Maar ik bedoel, de aankleding hier, dat goud, het ziet er gewoon echt mega mooi uit. Dus dat wou ik jullie zeker niet onthouden. Als je hier bent in Milaan en je passeert de Zara, gewoon eens een kijkje nemen voor het interieur. Want oh my god, het is zo mooi. Sephora beland en nog weer al een paar dingetjes meegenomen. Het is hier super groot trouwens, echt super fijn. Yay, damage done, weer al. Oeps. Van de galerij. We gaan hier bij Motta stoppen. Het ziet er hier super gezellig uit buiten. Allee, buiten. Het is wel in de galerij, maar wel met zicht op de galerij. En we gaan hier een tafeltje bemachtigen. We hebben de kaart bekeken en het ziet er allemaal wel super goed uit. En nog oké van prijs, hoewel dat we in de galerij zitten. Echt gewoon een primo spot gekregen. Otello naast ons. En dan achter ons het zicht op het middelpunt van de galerij. Helemaal top. Otello moet eigenlijk zijn middagdutje doen, maar ik vrees ervoor. Hij zit hier wel een beetje in de wind, dus we gaan zijn jasje aanlaten. Maar hij doet het helemaal top vandaag. En zoals het een goede Italiaan betaamt, hebben we natuurlijk eerst een burrata genomen. Tomaatjes erbij, wat brood erbij. Ze biedt nog wat balsamico overdoen. Toppie! Main course. Ik kon natuurlijk niet anders dan voor carbonara gaan. En Nico heeft het erop gewaagd en gewoon een hele zee op zijn pizza gevraagd. Dus ja, hier gaan we lekker aan beginnen. Het ziet er zo goed uit. Die burrata was ook trouwens kei lekker. En Otello is ondertussen van brood aan het smullen. Dat komt ook helemaal goed. We hebben net echt super lekker gegeten. We hebben ook nog cocktails besteld. En het was echt super lekker. En dan is het nu maar een korte wandeling tot aan de Duomo, de Milano. Yay! Ik moet wel heel eerlijk zijn dat het hier mega druk is, mega toeristisch is. En net zoals we bij Como zeiden, als dit al op een zonnige lentedag is, wat is het dan in de zomer? Echt gewoon keidruk. En iedereen heeft ook gewoon hetzelfde doel. The perfect Instagram picture. Overal zie je gewoon poses en mensen die mooi zijn aangekleed en die dat de perfecte plaatje willen. Maar wat dat echt gaat lukken met al dat volk, ja, die moet je er natuurlijk bij nemen. En de duiven ook, want die zijn hier ook wel met many. We staan nu op deze, dat is vandaag trouwens woensdag. We zijn hier bijna een week, het is onze voorlaatste dag hier. Al zo mooi hier. We staan nu aan deze kant van het meer, de kant waar wij verblijven. En we gaan naar daar, want daar is Bellagio. En dat hebben we op het internet gevonden als een supermooi plekje om te bezoeken. We hebben de auto hier achtergelaten. We gaan de ferry nemen, die dat ons in no time aan de overkant gaat brengen. We hebben de draagzak mee, want Bellagio staat gekend voor de vele trapjes op en af. En met de buggy had dat echt geen doen geweest. Dus wij lekker aangekleed trouwens vandaag. Het is een bewolkte dag.
Het weer valt wel mee, het is niet ijskoud. Maar Rocotello heeft zijn pakje aan, zodat hij het zeker niet te koud heeft. We gaan eerst eens ticketjes halen. Oké, ticketjes check. 13 euro en een beetje voor ons drietjes. Otello is in de draagzak geraakt. We hebben hem zo lang niet gebruikt dat we het eventjes moesten verstellen en zo. Maar hij ziet er gelukkig uit. De boot staat klaar, maar we moeten nog een half uurtje wachten. Vooraleer dat we richting Bellagio kunnen gaan. Dat heb ik daarnet verteld. Super veel zin in en het weer valt goed mee, hè. Het is bewolkt, maar niet ultra koud. Dus dat is echt heel aangenaam. En wij op de boot. Maar ik ben echt eens benieuwd hoe dat Otello het gaat doen, jongens. Niet normaal. Even ook een fout rechtzetten. Ik heb gezegd dat het iets meer dan 13 euro was. Het was iets meer dan 18 euro. Omdat dit een ferry is. Als je nu hier zou komen en je wilt ook een ferry naar Bellagio nemen, dan kun je beter stoppen in Bellagio. Omdat daar verschillende soorten boten vertrekken. Sneller vertrekken en het ook wel wat goedkoper maakt. Dus dat is een top tip die we zelf nog niet wisten, maar die ik jullie heel graag wil meegeven. In 5 minuutjes tijd zijn wij dus toegekomen aan Bellagio. We willen alles hier goed vasthouden, want we staan nog niet helemaal stabiel. En Otello heeft dat kei goed gedaan. Dit is dus de reden waarom dat we de draagzak mee hebben en niet de buggy. We hadden dat online natuurlijk al gezien. Dat dat hier steegje na steegje bergop is. Alleen met trapjes. Ik voel het al. Oef. En daarom hebben we de draagzak mee. Dat hebben we ons op geen moment beklaagd. Het is hier wel heel mooi, lekker authentiek, super fijn. We zijn dan maar verder doorgewandeld naar het meest noordelijke punt van Bellagio. Maar dus heel het Como meer als een soort van Y. En Bellagio is dan zo het middelpunt. Ik weet niet hoe ik dat beter kan uitleggen, maar dus van hier heb je heel mooi zicht op heel het meer en alle steden er rond. Het is nu wel iets of wat mistig, maar voornamelijk in de lucht, dus de steden kan je wel goed zien. Bijvoorbeeld daar is Varenna, waar we een paar dagen geleden waren. En daar ergens, daar slapen wij. Ja, en vandaar hebben we dus daar straks de boot naar hier genomen. Dus dat is heel tof om alles zo dichtbij te zien. Het is ook heel mooi om te zien en wordt er gewoon heel stil van. En dit is dan het plekje dat op heel Instagram denk ik te vinden is als je Bellagio intipt. Bekende Instagram plek met de trapjes en het uitzicht, foto's te maken, zo ook ik. En hier heb je dan aan de zijkant van die hele toffe kleine Italiaanse winkeltjes. En dan als je langs hier passeert zie je ook wel het uitzicht, wat dat gewoon fantastisch is. We zagen mensen zo hier opzij erin wandelen. We dachten, we willen dat ook eens doen. En dan hebben we ineens dit uitzicht, maar echt zo mooi. En dan, ik denk daar van boven, staat een kerk of zo. Dus hier een keer doorwandelen. We zijn hier nu toch, hè, dus dan moeten we dat wel doen. Hè. Kom ze. Wij hebben ons hier even op een bankje gezet. En dan was ik net even aan het denken dat ik gisteren helemaal niks afsluitend heb gezegd over Milaan. Ik weet dat ik 's morgens, maar ik ga dat er waarschijnlijk uitknippen. Ik had gezegd dat ik van Milaan een aparte video ging maken. Want dat ging waarschijnlijk een... ik had gedacht dat dat een lange vlog ging worden met veel beelden en zo. Maar als ik erop terugkijk, op gisteren heb ik niet superveel gefilmd. En denk ik ook niet dat ik er een hele vlog mee kan gaan vullen. Dus ik had gewoon in deze video laten staan. Eén grote reisvlog waar dat dan Milaan beelden bij zullen zitten. Het is niet superveel. Wat vond ik zelf van Milaan? Ik voelde de magie niet echt. Ik had echt zo fashion, stad, hoge verwachtingen, overal modellen. Al dat soort dingen, maar ik voelde het niet echt. Misschien omdat het mega toeristisch was, maar zelfs daar kan ik meestal doorkijken. Dus ik weet niet wat het was, maar Milaan was voor mij zo'n beetje mooie stad, mooie Duomo, mooie galerij. We hebben daar ook heel lekker gegeten, dus daar allemaal niet van. Maar de magie,
ontbrak. En dat is niet erg, dat kan. En bij mij was er geen magie bij Milaan. Dus nee, we hebben rustig wat winkeltjes gedaan in Milaan. Een beetje rondgewandeld, lekker gegeten. Ik heb wel een Sephora-shopje gedaan, alweer. Maar voornamelijk omdat dat een super grote Sephora was met heel veel verschillende merken. Maar van die merken ook een heel uitgebreid assortiment. Dus ik heb nog wel wat Sephora geshopt. En echt wel genoeg om er apart een Sephora-shoplog van op te nemen. Dus die komt er binnenkort aan. En ik ben er heel excited over. Dus dat voor de Milaan update. En dan gaan we nu verder met vandaag. En wat ik bedoel met verder naar vandaag is dat ik een ijsje wil. Ik heb heel deze vakantie nog maar één ijsje gegeten. Daar gaan we hoogdringend verandering in brengen, want ik heb daarnet een gelateria gespot en die zag er super goed uit. Dus daar gaan we nu naartoe. Dutje ter dutjes gedaan vandaag. Hij is lekker wakker nu en wij zitten weer op de boot om naar de overkant te gaan. Halleluja dat we niet lang moeten wachten, want het is wel frisjes geworden buiten. En we hebben trouwens dat ijsje gegeten. Ik weet dat ik daarnet had gezegd dat ik een ijsje wou. We hebben ijsjes gegeten, maar ik bedenk me net dat ik dat helemaal niet gefilmd heb. Dus ik zal daar een foto van in beeld laten verschijnen. Super lekker. Ik had vanille, limoen en karamel. En het was echt een top combinatie. Super lekker ook trouwens, dus daar was ik helemaal blij mee. Maar ja, het was buiten al niet zo heel warm, dus dat ijsje daarbij heeft wel voor gezorgd dat het een beetje frisser voelt. Maar goed, we gaan nu onderweg naar de auto, de overkant. En dan gaan we waarschijnlijk een beetje opwarmen in het appartementje. Onze laatste dag, en ook op de laatste dag, krijgen we wolken. Daar is zo een klein streepje blauwe lucht, maar dat is het dan ook. Het is redelijk frisjes, dus Otello heeft weer zijn berenpakje aan. We zijn naar Tremedzina gereden. Hier aan Villa Carlotta. Dat kan je bezoeken. Je hebt dan hier wel heel veel dat je van die oude villas kan gaan bezoeken. En dan die mooie tuinen daarbij kan gaan bezichtigen. En dat was eigenlijk wel het plan om te doen deze vakantie. Maar we zijn er nog niet aan toegekomen. Ik wou ook super graag naar Villa Belliano of zoiets. Daar is Star Wars gefilmd. Maar dat gaan we misschien vandaag doen. Daar hebben we helemaal nog geen ticketjes voor. Dus dat moeten we nog gaan bekijken. Otello is weer hip and happening. Helemaal happy bedoel ik daarmee. En ja, hier hebben we weer een mooi uitzicht. Daar waren we gisteren. Zo mooi. Blijft kei mooi om te zien allemaal. Het is heel jammer dat we door moeten. Maar ik heb wel het gevoel dat we heel het komen meer wel hebben aangedaan. En dat we... Ik denk niet dat we nog meer hadden kunnen ontdekken tijdens ons weekje weg. Villa Balbianello was nog een kwartiertje rijden van waar we waren. Het gaat helaas ook binnen 45 minuten sluiten. Maar ja, dat weerhoudt ons er niet van om hier niet even snel de wandeling te maken rondom de tuin. En de voorkant van de villa een keertje te bekijken. Hopelijk gaat dat lukken. Ik weet, we zijn nogal redelijk impulsief aan vandaag begonnen. Al ja, impulsief. Als in dat we geen plan hadden, mede omdat het zo'n bewolkt weer is. Maar goed, ja, we hebben al lekker gegeten en zo gekookt. En een beetje opgeruimd. Want we moeten natuurlijk morgen uitchecken uit ons appartementje. En dan ga ik jullie het appartement ook nog laten zien trouwens. Maar ja, we gaan hier gewoon nu beginnen met een toffe wandeling aan de tuinen. En als we de villa zien, dan zien jullie zo dadelijk ook meer. Het zonnetje is er doorgekomen en helaas helemaal geen Villa Balbianello voor ons tijdens deze reis. We zijn van daar gekomen te voet, dat heb ik daarnet laten zien. En het is eigenlijk het rondje maken rondom de berg. En daarachter is de villa. Dus je kan er te voet naartoe of met de boot. De boot vertrekt dan van daar en maakt het rondje. Maar te voet was dus helemaal al afgesloten. Dus de zon komt er ondertussen door. Prachtig. Te voet ging het dus voor ons deze keer niet. We waren ook helemaal niet voorbereid om dit tripje te maken. Alhoewel dat ik de villa super graag wou zien, dacht ik dat het wel vanzelfsprekend zou zijn of zo. Maar niet dus. Je moet er wel degelijk de boot voor nemen. En helaas zijn we wat verder gewandeld in de hoop te kunnen zien wat ligt dus hierachter. Dus ja, nee, geen villa. Deze keer
super jammer, want ik keek er wel naar uit. Ik ben ook wel een Star Wars fan. Maar goed, ik ga het niet aan mijn hart laten komen. Kijk jullie gerust ondertussen verder naar het uitzicht, want het blijft toch gewoon super mooi. Buongiorno, Lago di Como. Het is vandaag vrijdag, onze laatste dag. We zijn net helemaal gepakt en gezakt, klaar om te vertrekken. En ik heb jullie helemaal het appartement niet laten zien. En ja, dat is misschien wel handig, nu dat het hier proper en opgeruimd is, dat ik het jullie heel snel laat zien. Dat is de voordeur. En als je dan binnenkomt, helemaal chauffage dingen en zo. Toffe kadertjes met een zetel die dat je kan uitklappen tot 2-persoonsbed. Het is een appartement voor 4 personen. Nu, wij zelf vonden het voor 2 volwassenen en een baby net ruim genoeg. Maar we hadden ook wel heel veel spullen bij. Dat is het reisbedje dat we gevraagd hebben om te zetten. We hebben dat mooi terug ingepakt. Dan heb je aan deze kant de keuken. Het is trouwens helemaal uitgerust. Potten, pannen, hey. En een spiegel. En een oven, toastmachine. Alles wat je maar kan nodig hebben. Een grote frigo, even kijken. Ja, we hebben hem leeg achtergelaten. Helemaal top. Dan langs hier de linkerzijde. En dat weten jullie, die heb ik goed kunnen gebruiken. Een wasmachine, waspelletjes. En aan de andere kant, wat zat er hierin? Extra handdoeken, de stofzuiger, nog een lamp en zo. En ook gewoon nog wat kastruimte. Aan deze kant de badkamer. Badkamertje, heel fijn. Het ding is wel, als je doucht, alles op de grond. Dus hebben we daar zo een aftrekkertje bij gezet. Grote spiegel, 2 compartimentjes en een haardroger. Super handig. Regendouchen en hierachter het toilet. En dan de laatste kamer. Ja, ik heb alles hier achtergelaten zoals ze gevraagd hebben. Ook weer een grote kastruimte, maar ook heel diep. Dus super gemakkelijk om kledij in te stoppen. Een lekker grote spiegel en een groot bed. Er komt zelfs nog een babybedje naast. Voilà, de deurtjes open. En dan is het Ciao Bella, Bella Lago. Ik denk dat het, ja, het appartement heette Bella Lago. Dat kunnen jullie niet zien. Maar goed, ik ga deurtje achter mij gewoon sluiten. Het was een heel fijn verblijf. We hebben het hier echt naar ons zin gehad. Ook een hele goede ligging gehad. Maar nu is het op naar huis. Op naar de poesjes. Dus grazie mille Italy. En op naar huis.